Goedemorgen Gert. Goedemorgen. Volgens mij woon jij hier nog niet zo lang. Wij wonen hier nu bijna 3 jaar en wij zijn eigenlijk al voor het 3e jaar aan het wachten op die dinsdag dat de Vierdaagse eindelijk langs zou komen langs ons nieuwe huis waar we nu wonen. En nu is de dag afgelast. Het was een deceptie. Ik vond het echt heel vervelend. Ja, dat snap ik. Ik moest dat nou een traantje laten, is te veel gezegd, maar ik vond het wel echt vervelend. Ik ben geboren in Nijmegen, dus ik heb daar gewoond tot mijn 11e of 12e jaar. Dus als kind weet ik wel dat wij op de Sint-Andersstraat stonden en de intocht, en dan praat ik over, nou, bijna 60 jaar geleden. Hè? Dus ja. Dat is wel echt een tijd geleden. Maar ik vond het indrukwekkend als kind al. Maar ik vind het zo leuk om hier met mijn eigen kleinkinderen water uit te delen. En gewoon, weet je wel, dat soort dingen, dat vind ik leuk. Maar ik moet geduld hebben. Misschien de 105e editie? Ik denk het. Maar ik ben ook voornemens om 1 keer zelf mee te lopen. En dat wil ik eigenlijk volgend jaar doen. Dus dan zie ik het nog niet vanuit deze kant. Maar dan de jaren daarna ga ik het wel weer meemaken.